Oké, goedenavond allemaal. We gaan van start met de gemeenteraad van 27 oktober. Eerste agendapunt, of ik moet eerst een paar mensen verontschuldigen. Ja. Hans Proost heeft laten weten dat hij iets later gaat komen. Niels Valkenborg is verontschuldigd en Katrien Kenis is verontschuldigd. Ik kom. Oké, het eerste agendapunt zijn de notulen van de vorige vergadering. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen we ze dan goedkeuren? Dank u wel. Agenda punt 2, de gemeentelijke hemelwater- en droogteplan van Pelt. Dat zouden we moeten goedkeuren, maar voordat we dat gaan doen, gaat eerst Lisbeth toelichten. Het woord is aan Lisbeth. Dankjewel, voorzitter. Ook van mijn kant, goedenavond. Voor jullie ligt inderdaad de goedkeuring van het hemelwater- en droogteplan. Hetgeen wat dat we een 14 dagen geleden ook gepresenteerd kregen door de mensen van Fluvius en onze medewerkers van de dienst hier. Het is een omvangrijk plan geworden in samenwerking met Fluvius, maar ook vele andere partners, zoals jullie allen hebben kunnen lezen. Willen we ons met dit plan wapenen tegen ons veranderend klimaat? Hetgeen wat we net ook hebben mogen aanhoren vanuit Elf. Het plan op zich, dat is dus eigenlijk opgevat in drie delen. Enerzijds een analyse van de huidige situatie, onze gekende knelpunten, mogelijkheden voor ons hemelwater en toetsing van de mogelijke maatregelen aan ons voor liever een robuust waterbeleid. Een tweede deel of een tweede gegeven is onze toekomstprojectie. Dus we hebben met onze stakeholders een visie willen opmaken. En aan de hand van die deelzones ook daar een beleid aan gekoppeld. Rode draad hierbij zijn die grondmaatregelen en ook het creëren van ruimte voor water. Met daarnaast ook een ontwikkeling naar ons waterbewustzijn. En van die visie zijn we dan ook de vertaalslag gaan maken naar de actiepuntenlijst met een verfijning en ook een prioritisering van de acties. Belangrijk daarbij is ook dat het criterium van veerkracht en realisatie van het groen-blauwe netwerk als belangrijkste criterium. Het gaat dus niet enkel over het ontwerpen van wegen of gescheiden riolering, maar ook het ontharden, sensibiliseren, ruimtelijke ordening en zoveel meer, met als opzet dus die aanpak aan de grond en de infiltratie maximaal te plaatsen. Hemelwater- en droogteplan is een beleidsdocument. Een beleidsdocument dat niet alleen een plan is, maar ook een planning. Met daarin die prioriteiten op lopende acties, korte, middellange en lange termijn. Dus het is ook geen doel op zich, voor alle duidelijkheid, maar een onderdeel van een continu gegeven. 8 pijlers hebben we daar ook mee ter hand genomen. Ik kan ze kort even benoemen. Dat is klimaat en verstedelijking, wateroverlast en erosie, riolering en RWA, buffering en grachten, grondmaatregelen, ruimte voor water, droogte en beleid. En ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om onze partners die daar hebben aan meegewerkt vandaag te bedanken. Te beginnen met Fluvius, Watering Dommelvlei, Bekkensecretariaat, Provinciale Dienst Water, VNM, Aquafin, AWV en alvast eentje hier in de zaal. En dat is Patrick die meegewerkt heeft om dat zo mooi tot een geheel te maken. Het zal dus aan de gemeente zijn om dit verhaal op te volgen, wat uiteraard niet wil zeggen dat wij de enigste zijn die alles zullen moeten uitvoeren. Hè. Daarvoor hangen we af van vele andere partners, middelen en timing. In het plan gaat ook gezien hebben dat we daar ons ook baseren of gebruik maken van allerlei acties en maatregelen op andere niveaus. Hè. Vlaanderen met de Blue Deal, Vlaarden, het ruimtelijk structuurplan, als ook voor, op Limburgs niveau ons ruimtelijk structuurplan, het beleidsplan Ruimte Limburg, het Maasbekken met het stroomgebiedsbeheersplan en het deelbekkenbeheerplan, maar ook in het PEL, ons LEKP-verhaal, wat we zelfs ook nog gaan voorleggen, ons meerjarenplan, burgemeesterscomplan enzovoort.
Zoals gezegd, en daar willen we toch wel heel hard op de nadruk leggen, is dus de belangrijkste principes, of enkele belangrijkste principes, is dus dat maximaal infiltreren ter plaatse en het inzetten of hergebruiken. Een tweede is het bufferen en dus een derde het vertraagd afvoeren of lozen van in de riolering. Oftewel, en de ladder van Lansing die aanwezig waren op de presentatie, hebben die dat ook. Als we dan die doorvertaling maken naar het hemelwater en het hoogteplan, dan komt per deelgebied, en want we hebben PELT dan vervolgens opgedeeld in 5 deelgebieden, komen telkens die doorvertalingen terug. Hè. Een eerste is die aanpak, zoals gezegd, van de bronmaatregelen. Een tweede de RWA-visie. Een derde de optimalisatie van de bestaande en geplande bufferbekkers. Hè. Dus een multi-gebruik geven en het werk maken van ons gracht. Kort gezegd, met dit plan willen we graag toekomstbeleid vormen voor een waterrobuust en klimaatbestendige leefomgeving. Wat geresulteerd heeft in 54 acties, zowat. En laat mij nog even afronden te zeggen dat we wat dit betreft een van de eerste zijn hier om een hemel, water en het hoogteplan ter goedkeuring voor te doen. Bij deze. Ja, vele malen hebben we met Groen op vorige gemeenteraden gevraagd naar het hemelwater en het hoogteplan, naar een stand van zaken, tot voor ons toe wellicht. En het derde plan, ja, dat is ook heel belangrijk, hebben we gezien in het kader van klimaat- en waterproblematiek. Zoals we met z'n allen dagelijks kunnen vaststellen, de nood wordt hoog. En na 3 jaar wachten is het plan er dan, een werkstuk van 173 bladzijden en nog wat bijlagen. We hebben ons er doorheen geworsteld, maar het besluit kan enkel zijn dat het weliswaar een blijvend document geworden is, maar ook een mager beestje. Mager naar wat betreft concreet beleid en vooral naar concrete acties om tot de noodzakelijke omslag te komen. Een groot deel van dit document is een cursus over klimaat, water en droogteproblematiek, dank u, maar dat wisten we al. Daarna volgt er een uitgebreide inventaris van de bestaande wet- en regelgeving en alle projecten en studies die al op elk beleidsniveau zijn uitgevoerd. En dat zijn er veel. Zelfs de bouwmeesterskennis nog eens uit de prullenmand van Jaak gehaald. Daarna is er een ruime inventaris met een analyse overtaald, de wijken, de deelzones, waterlopen. Niets nieuws voor de mensen die met de problematiek bezig zijn. Maar het belangrijkste is uiteindelijk, wat gaan we er nu aan doen? Hoe gaan we de tijd keren? We zitten ondertussen aan bladzijde 169. En dan komt de teleurstelling. U heeft een lange lijst van 54 actiepunten opgesteld, tenminste van wat u actiepunten noemt. Misschien is het een kwestie van definitie, maar een doelstelling, wens, principe of richting, dat is geen actie. Als u in actie 1 zegt, we streven naar 1 vierkante meter onthouding per inwoner tegen 2030, dat is geen actie, maar een doelstelling. Als u in actie 2 zegt, we streven naar 1 kubieke meter extra opvang in hemelwater per inwoner, geen actie. Uw actielijst is een lange opsomming van vooral 1. Doelstellingen, richtlijnen en onderhandelende principes. 2. Heel veel bijkomend onderzoek dat nog moet gebeuren en plannen die nog uitgewerkt moeten worden. Een grachtenplan, een onthavingsplan, een handhavingsplan. Moet allemaal nog gebeuren. En dan ten derde, de eeuwige dooddoeneracties. Meer communiceren, informeren, sensibiliseren. Het enige wat concreet is, zijn 1. lopende acties die al in uitvoering zijn, zoals enkele acties uit het riviercontract. En hun impact, met alle respect, is sowieso erg beperkt. En ten tweede, het plan voor het toekomstig netwerk van regenwaterafvoer, waarbij het vooral opvalt dat er heel veel afvoerpunten in de waterlopen zijn zonder bufferbekkens. Wat ook storend en ontgoocheld is, en wat nogthans thuis hoort in elk concreet en ernstig actieplan, zijn 3 dingen. 1. Financiering. Wat kost een bepaalde actie? Welk budget wordt er voor vrijgemaakt? Welk financieel arrangement neemt de gemeente? Hier kunnen we niks over terugvinden. Ten tweede, monitoring. Hoe gaat alles gemeten en opgevolgd worden? Hoe weten we of de actie impact hebben of de gemeente goed bezig is? En ten derde, priorisering. U geeft in de prioriteitenlijst nergens aan hoe de prioriteiten bepaald werden. Was het op basis van impact, kosten, complexiteit? Nergens krijgen we hier inzicht in. En tenslotte, de 2 belangrijkste problemen worden niet aangepakt.
Eerst is het permanent in een aantal gebieden. Zoals al aangegeven, het document zal u omgevormd moeten worden tot een rasgebied en infiltratiezones. Maar nergens wordt gezegd waar, hoe en wanneer. Ons grondgebied is de laatste decennia compleet gedraineerd met honderden grachten en sloten. Al het hemelwater dat valt, wordt sito presto afgevoerd. Nergens geeft u concreet aan waar we moeten starten om dit te stoppen. Enkel sensibilisatie en richtlijnen worden vooruitgeschoven. Daarmee los je geen urgente problemen op, wel met concrete ingrepen op het terrein. Kortom, we vrezen dat dit plan net hetzelfde lot beschoren is als het klimaatadaptatieplan van Telt. Het kan afgevinkt worden op de gemeentelijke to-do-lijst en daarna is het business as usual. Het is een gemiste kans om op korte termijn iets te doen aan een problematiek die echt wel ernstig is. Die ernst en urgentie blijkt absoluut niet uit dit plan. We gaan ons dan ook onthouden om bij dit plan om te plannen. Nu, ik ga een beetje de plaats krijgen in de tussenkomst. Ik was op die avond aanwezig en ik was verschrikkelijk aangerand. Ik was aangerand door de studiebureau, door de meewerking van Frius en eveneens door de meewerking van de gemeente. Ik vond het een hele concrete aanpak. Als we kunnen beschermen weten wat er voorbeeld wordt gegeven, hoe men de Willem II-straat aanpakt en verbindingen zoekt naar de Kennedijk. En de manier waarop, wat dat betekent voor het waterbeheersing, dat zeker wordt per concreet dossier, en zoals de toering, gekeken op welke wijze dat kan en wat er kan. En ik vond dat echt heel oké. Want dat is heel concreet. Het is geen plan van we gaan dat straks doen. Nee, ze zijn vandaag concreet bezig op het terrein met elk dossier rond riolering of wat dan ook, of rond handen, te kijken als er ergens iets gebeurt, om het op die manier te maken. En ik vond dat heel uitstrekend. En het zijn mijn woorden niet, maar die man van Vrugis zei, zijn eigenlijk de eerste gemeente in heel Vlaanderen die er op die manier zo naar kijkt. Dus het is een plan dat inderdaad moet groeien op het terrein, maar ik denk dat er zoveel voorbeelden straks gaan zijn, want ik ben er ook verbaasd geweest over alle mogelijke technieken en mogelijkheden om te zijn, om te bufferen, om te laten inzakken. Maar nee, dat is een harmonica die je opentrekt en waar je waarschijnlijk niet weet hoe je die open kan gaan. En hoe actief men daarmee bezig is om dat op te volgen, zowel van voorbeelden binnen als het buitenland, om die op het terrein vandaag op toe te passen als ze dit dingen voorbeeld. Ik zou niet graag hebben dat er op alles per straat van we gaan dat straks voor doen. Want dan zijn we aan straat 1084 in 2054. Ik denk dat het heel belangrijk is wat ik daar heb gehoord, pak die dingen aan waar we vandaag mee bezig zijn, project per project, waar je als overheid en ook naar het privé doet als je vergunningen aflevert om er rekeningen te houden. En kijk daar heel graag naartoe. Het ging heel concreet, want dat ging over waarom zegt vandaag de regelgeving maar 10.000 liter regenwaterput mogelijk is bij een appartementsgebouw. Want dat is niks. Okay, ik was daar aangenaam, dus ik ben er niet heel slecht gewonnen. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, plan, dan verwacht ik dat straat op straat en eventueel daar en dat en dat. Ik heb daar gemerkt op die avond dat dat heel concreet wordt aangepakt van elke situatie die zich voordoet en dat dat telt. Het koplopers is de manier van aanpak en de gedrevenheid van de ambtenaren en de medewerkers die er waren op van Vrugius. Doet mij zeggen, het is een heel dynamisch gegeven. Laat ze doen, want ik vond dat dat heel goed was. Laat ze Vrugius aan de heen? Nee, dat was niet. Ik heb het alleen over degene die daar de toelichting hebben gegeven. Die hebben mij erg overtuigd dat we een hele goede concrete aanpak. Maar dat is makkelijker. Maar we gaan niet monitoren. We weten eigenlijk niet of we goed bezig zijn, zoals we met de klimaatadaptatie. Ik vind dat wel, maar ik vind dat wel heel gemakkelijk. Het is goed om hier vandaag een tekst af te lezen. Hè? En ik heb dezelfde indruk als Jobert. Daar is heel fundamenteel goed uitleg geweest op die avond, waar je niet aanwezig was. Hè? Maar ik heb toch het plan gelezen? Nee, maar je moet het wel kunnen in de achtergrond van die toegeschapen is. En ik vind het ook, en ik steun daar de collega ook in. Ik denk dat wij wat dat betreft hier in werking zelf op het veld heel goed bezig zijn. En dat benijden ons heel veel andere gemeenten, zoals ik mag zeggen. Ik ben niet met het plan bezig geweest, ik ben met de concrete uitvoering. En ik merk dat dat heel gedreven en goed door ons eigen dienst wordt gedaan. Dus ik vind het een beetje beschamend. En ik vind het ook triestig dat het nu wordt afgeschilderd als een papieren foutje. Ja, dat is een goed
Dat heb ik niet gezegd, dat het een foutje is. Ik heb gezegd wat ontbreekt. En daar heb ik hier nog altijd geen antwoord op voor. Waarom dat ontbreekt? Waarom ontbreekt een financiering? Nee, maar als je dicht ontbreekt een leutel over het woord doelstelling, dat niet stevig. Maar ik heb begrepen, ik heb gewoon dat een financiële ontbreking, dat jullie kan veel beter vrouwen de Europese staat geven, als de regering vervangen wordt. En er worden plannen gemaakt, en tijdens de plannen maken, komt men tot besluit dat als men bekijkt vanuit Nederland wordt opvangen, dat men veel anders naar die regering moet kijken en verbinding moet gaan zoeken. Maar die zijn niet te vertalen op voorhand en waar geld gaan we daar tegen hebben. Het is zelfs de vraag dat het duurder zou zijn dan dat het zou zijn als geïnteresseerd is. Ik bedoel, ik vond dat een heel goede kijk op de zaak in de zin van we steken nog eens een duizend uur rond en liefst twee. Hè, voor het ene of het andere, dat we toch altijd een overloop hebben. Dan we gaan kijken naar het bredere verhaal. Dus dat het echt je verhaal was van op die plek moet je dat gebeuren. Nee, het was een verhaal, dus op die plek dat kunnen doen, wat betekent dat aan die andere plek. Ik ben er heel overtuigd geraakt van dat verhaal. Ik vond dat heel plezier. Ja, maar jij neemt nu bijvoorbeeld een concreet ding van een straat wordt aangepakt. Dan kunnen we nu eens even terugstappen en het grotere plaatje als alleen één bepaalde straat krijgen. En dan komt de Hoekstraat in 2018. Ja, misschien aan bod, misschien aan bod. Nee, maar dat zou eigenlijk zijn. Laten we een stappenplan maken. Nee, u bent aan het focussen alleen over uw regenwaterafval. Nee, maar over ja, ja, want daar kom je de hele tijd op terug. Dat is niet alleen het grote probleem. Ik heb de grote problemen aangehaald en daar komt niks aan. En dat wordt niemand op, maar dat is net op dezelfde avond een dom verhaal waarin we op een andere manier een ander belangrijk thema rond regenwater en waterafvoer en wateropslag hebben bekeken. En we vonden het een heel interessant thema. Inderdaad. Maar kunnen we daarover doorgaan? Maar ik denk dat vooral dit plan is net het gegeven waarbij dat je een basis hebt, waarbij dat je kapstokken, je ankerpunten vastlegt en dat is. Dan heb je die analyse ook nodig. Hè. We hebben echt heel, en je kunt zeggen dat is misschien voor mij gekende koek en dat is te beter. Maar ik denk dat het wel goed is dat we voor veld ook, hè, en dat we daar een heel duidelijke analyse hebben gemaakt van ja, waar zitten nu onze natte gebieden, waar zitten nu onze droge gebieden, welk type van infiltratie moeten we waar gaan steken straks. Dat is eigenlijk inderdaad die grote verhaal. Dat is om te kijken van oké, goed, als we dan meer kan inzoomen in die concrete projecten. Welke infiltratie, welke opvang, welke buffers, welke medegebruik, welke inwoners, op wat manier moeten we de inwoners meekrijgen? Het is een en verhaal. En die avond werd ook gezegd dat wat betreft de privatisering en de budgetten die daar aanhangen, dat het inderdaad, het is niet alleen Fluvius en het is niet alleen de gemeente, maar het zijn al die stakeholders die ik net heb vernoemd, die samen eigenlijk die realisaties moeten gaan tonen. En afhankelijk van ook beschikbare budgetten, want we moeten daar ook niet flauw over doen, maar afhankelijk ook van beschikbare budgetten, van de subsidies, zal er ongetwijfeld, en is er in het verleden ook al wel wat gewijzigd in die prioritering. En dan gaan we ook kijken van welke zaken kunnen we nu als eerste aanpakken, welke dingen willen we nu ten gronde gaan uitvoeren. En ik denk dat dat hetgeen is wat we met dit regenwater en het hoogteplan absoluut gaan kunnen regelen. Ja, nu zeg ik het zelf, we gaan in de toekomst kijken wat we wanneer gaan uitvoeren. Dat is het plan. Maar we hebben nu vandaag ook al een aantal acties lopende. Dus we hebben nu al een aantal acties lopende. En de volgende stappen, we kunnen niet alles tegelijkertijd natuurlijk gaan doen. Daarvoor dienen we ons meerjarenplanning. In ons meerjarenplanning hebben we ook gezegd van kijk, in jaar 1 doen we dit, in jaar 2 willen we dat en zo verder. Daar horen we ook bij die plan. En wat komen die actiepunten dan terug in de meerjarenplanning? En die komen daarin terug. Allemaal. Want dat zijn heel veel dus, je kunt het niet allemaal in een meerjarenplan schrijven, want een meerjarenplan is ook met op 2024. Ja. En met dit plan gaan we verder. Maar wij mogen ook niet, als we zo een vraag willen, dan gaan we nog niet naar 2024 plan. Geconcretiseerd. Volgende legislatuur willen we alle actiepunten terug geconcretiseerd in het meerjarenplan. Wij gaan er alleszins mee aan de slag als van ons afhangt. Ja, dat houden we jullie aan. En we hopen tegen dan ook ik hoop dat ik aan het om de gasgebieden te gaan creëren. Dat is, want die willen we nergens terug in het plan. En dat moet van Europa over 3-4 jaar gebeuren. Leon, jij had ook nog iets? Ja, ik heb het plan ook eens met de nodige interesse doorgenomen. En daar staan uiteraard wel veel goede punten in. Maar er zitten er nog mensen bij in de garden die eigenlijk ook al wat jaren dienst hebben. En dan krijg ik bij sommige zaken eigenlijk wel zo'n déjà vu effect. Zo. En dan ren ik het nog van vroeger. Ik spreek dan van 30 jaar terug.
ja, dan waren er overgrachten. En op een bepaald moment was eigenlijk het idee, kom, we moeten allemaal die grachten dicht. Het water moet zo ver hard mogelijk weg. De zon moest weggetrokken worden, dat weet ik nog allemaal. We gingen overal grote wegen leggen, we gingen overal grote stoepen leggen. En dan kennen we daar weer een tegeneffect van. En nu, ja, nu lees ik daar ook bepaalde dingen in, eigenlijk dat onthakken. Ja, dat is eigenlijk iets waar ik aan mij de vraag van stel, heeft dat eigenlijk heel veel nut? Als je, ik heb er nog eens aan gehad, als je in Hagen bent, als je wandelt, dan hebben ze dus een wandelpad gemaakt van die vierkante blokjes. Ja, nu ligt het daar. Hè. Als je door het glazen huis gelijk zou zeggen, door langs, dat is eigenlijk ook allemaal onthacht. Maar je moet eens gaan kijken, het is, ja, het is heel onderkomen op duurde. Dus ik denk dat je daar alles goed moet nadenken waar dat we dat gaan doen. En hoe dat we dat gaan doen, kijken ook wat zijn misschien de effecten op lange termijn. En dan heb ik een beetje het gevoel zo van, ja, de discussie werd er net ook gevoerd van een project op project aanpak. Maar als ik dat heel verhaal eens bekijk, dan denk ik dat we terug moeten gaan dat we de natuur terug zijn plaats moeten geven en ruimte geven. Want je kunt wel zeggen, we gaan huislijnen of een deel opstrijden. Maar de natuur, als je dat door de jaren kijkt en je ziet dat nu ook, dan laat je eigenlijk niet zo gemakkelijk stiegen. Dus dat is eigenlijk een algemeen opmerking. Maar dan heb ik nog een vraag naar de scheep. Dus als ik dan eigenlijk het hele zaak bedoel lees, dan is er een bepaald één groot gebied dat perfect voldoet aan alles wat erin staat. En daar wordt mij geboord over gegaan. Dat is ook eens graag weten waarom dat in dit verhaal niet op. Benoem het eens, Leon, want... Dat ja, wat mij betreft wel, ja. Natuurgebied te horen. Dat is een perfect waterrijk gebied, dat kan bufferen. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld leest, waar je schrijft over de markt, nee, niet markt. Nee. De schrijven de zin, dus je gaat toch, ja, wat is het, 2-3 jaren, ga je groen aan planten. Dus schrijven de zin, dus dat het perfect is, en dat is ook inderdaad. Dat dat koeltegebied en beweeg allemaal, dus dat hele natuurgebied te horen daar, dat is heeft perfect weer wat we moeten hebben. En daar wordt mij geen woord over gehad. En dan moet ik eens uitleggen waarom dat er zelfs nog niet in de inventaris opgenomen wordt. Misschien eerst te beginnen over uw verhaal over beschouwing rond de ontharding. Ja, dat geef ik maar een beetje het volgende zin. Ja. Nee, maar omdat je dat benoemt, maar daar reeks vaak op in. Ik denk dat je het in je betoog ook zelf zegt, Leon. Het is niet de bedoeling dat we eender waar en onbejuist, om het zo maar te zeggen, overal gaan ontharden. Daar wordt wel, dacht, stappen ingenomen. Als ze dan de ervaringen in de bollakker bijvoorbeeld ter hand nemen, dan weten we dat dat ook wel zijn effecten heeft. En dat we daar wel, en bijvoorbeeld ook, in het kader van het marktplein. Ik denk dat we elke, en dat is bij ons wel de reflex, bij elk project wat we doen, is dat we moeten zorgen dat we voldoende groen, dat we daar alleszins voldoende groen in hebben. En dat we inderdaad zorgen dat we die ontharding, want op dit moment zitten we in een beharingsgraad, een pijltje van 15%. Die willen we graag omlaag, en zeker niet laten stijgen. En dan is dat per project zoeken en kijken waar zitten die opportuniteiten, waar kunnen we die surplus realiseren. Om dan de overgang te maken naar de holen, dat is inderdaad het gebied zoals we het vandaag kennen. Dat zit inderdaad in het traject en het onderzoek bij het Vlaamse gewest over onze omleidingsweg, om het met paard en kracht te noemen. En ik denk dat we daar dat verhaal ook moeten laten lopen. En het is daar altijd wel het evenwicht zoeken, en dat is bij alles zo, en dat is ook in dat project, het evenwicht te zoeken en kijken waar we die maximalisatie op alle vlakken kunnen doen. Maar als je dat overgrijpt, dan maak je nu een hoofdplan op. Je laat het gebied van 80 hectare worden door de woon uit, omdat dat je dan misschien ooit een rechter Waarom nemen we dat nu niet mee op? Want dat voldoet tussen alle bomen, dat voldoet het
alles. Maar ik denk dat je het niet wilt mee opnemen, omdat je dat inderdaad gaat aantonen dat een opleidingswerk toch heel veel gaat vernielen op het gebied van de natuur. En dat is de reden waarom dat uit. En dat is eigenlijk ook de reden waarom wij ons gaan onthouden van dat plan. Maar ik wil echt zeggen, een natuurgebied dat erin zit, en dat echte natuurgebied is, dat maakt het water van een beek, is het plot. Polen is geen natuurgebied op basis van een beek en een voeding die er komt. Die komt vanuit de kanaal, is trouwens nooit voorzien als een natuurgebied. Dat wil niet zeggen dat je de natuurwaarde van de Polen wil onderschatten, maar er komt een vloeibewater uit het kanaal. En is voorzien eigenlijk, Leon, van de vloeiweiden zijn voorzien, louter dan alleen 100 jaar terug om eigenlijk gas binnen te doen. Op die manier hooi te kunnen krijgen en inderdaad te doen. Dat, okay. Dat ondertussen een andere natuurwaarde heeft, daar zeg ik gewoon ja op. Maar als je kijkt waar dat er allemaal in zit, wat er in de Dommel zou kunnen gebeuren, van buffering, van natte gebieden, niet alleen in die zeven plekken die voorgesteld worden, maar als je zeg eens terugdenkt, 6 maanden terug, dat daar 8-9 jaar vlak aan de Wereldse Molen is gedacht door natuurverenigingen zijn gekocht om daar terug Dommel terug te laten verzinken. En inderdaad ook natte gebieden te maken, dan zie je dat er tal van projecten zijn, maar waar je als gemeente niet altijd lead hebt. Maar de anderen dat wel aan het doen zijn. Dus, en ik vind de Hoorn het minst goede voorbeeld, het plat, ga er eens wandelen, dan zullen we zien dat de Jolvensbeek dat gebied volledig onder water zet. Dat is u blijkbaar niet bekend, veel natter als de Hoorn. Sorry dat ik even schuw ben. En in de Dommelvallei, wat dat daar allemaal voorzien is, dan hebben we daar veel natte voeten. Dat is bij een nood in de Hoorn geweest, Hoorn. Nee, dat zal nogal niet zijn. Ik zeg alleen de holen. Voor de buffering van water is de holen perfect. Alleen wordt de holen niet gevoed vanuit de natuur. Ik maar wel vanuit de kanaal. De vraag is wel dat je kanaalwater moet gebruiken omdat de gebieden water moet terugstijgen. Dat is toch allemaal perfect hoor. Het kan alle water. Alleen maar goed. Op 80 hectare. Dan gaan we dat oplossen voor een hectare. Als je met een holen er langs komt, dan zie je de temperatuur in de zon. 3 dagen zag je gewoon dat stuk gewerkt. Dus alles wat je nog opvalt voor de marktpijn, daar zit toch al wat in. En dan zeggen wij hier met de gemeente, ja nee, maar dat is toch niet zo belangrijk. We gaan dat toch met een weg doorleggen en we gaan dat heel maar dat is niet gezegd. Dat is absoluut niet waar. Ja meneer, goed, we gaan er niet meer over discussiëren. Ik kom er toch nog niet. Ik wil een afspraak, ik ga het lappen met de zaak op af. Dan gaan we dit kunnen verstaan voorleggen. Wie is voor? En wie onthoudt zich? Bepalend zijn om onze doelstellingen van Parijs en straks ook de transitie naar een klimaatneutrale samenleving dus effectief ook in te zetten. Die ontregeling van dat klimaat en vergroot de kans op extreme weersomstandigheden, waaronder droogte of extreme regenval. Daarbovenop kon dan ook niemand de crisis in Oekraïne of de ontspoorde energieprijzen van 2022 voorspellen. Maar het heeft er ons wel toe geleid om onze afhankelijkheid van die fossiele brandstoffen versneld en doeltreffend te willen gaan afbouwen. En daarvoor hoeven we dan ook gelukkig niet vanaf nul te beginnen. Samen met onze 292 andere lokale besturen en 64 stakeholders zijn we dan ook alvast gestart met dat LEKP 1.0. LEKP 1.0 hebben we met dat verhaal de klimaatuitdaging op zijn minst concreet en mobiliserend gemaakt en is er ook die focus ontstaan om de doelstellingen te gaan realiseren. Met de ondertekening van LEKP 2.0 willen we daarom ook de ambitie voor die versnelde afbouw van de fossiele brandstoffen onderscheiden. En om de kans op lock-ins, kostenefficiëntie en aanhouden afhankelijkheid te vermijden, gaat daarom ook de focus gelegd worden op die mitigatiewerken
waaronder energiebesparing, fossielvrije liever gebouwen en mobiliteit. Voor te gaan naar die fossiele vrije gebouwen spelen onze publieke gebouwen een uitermate belangrijke voorbeeldfunctie. Hiervoor kijkt Vlaanderen alvast in eerste instantie naar de opmaak van een vastgoedstrategie en raadt onze gemeentebesturen sterk aan om hiervan werk te maken. En ik ben dan ook trots en fier om jullie te mogen meegeven dat Pelt gevraagd is geweest afgelopen woensdag om als best practice op de Shirt 2050 Academy hun verhaal of ons verhaal te brengen. Het is een verhaal dat ook collega Schepen langs mij, Dirk van Zegler, ook zeer ter harte neemt. En voor Pelt moet ik dan ook onze huidige stand van zaken komen brengen over deze strategie. En met die strategie willen we dan een oefening maken waar welke publieke gebouwen liggen, wie hier gebruik van maakt, welke energiebronnen ze hebben, hoeveel energie ze verbruiken enzovoort. Vandaag zijn we al mee aan de slag gegaan door bijvoorbeeld onze brede scholen van het Herend niet langer aan te sluiten op gas, ons nieuw gedeelte hier van de Oude Markt niet meer aan te sluiten op gas, als ook onze nieuwe werf. En zal het gemeentehuis van Neerpelt straks verwarmd worden op geothermie en staan er ook negen gebouwen liever tussen. Daarnaast legt het LEKP 2.0 ook de focus op de synergieën tussen de werven om te implementeren liever, amai, op wijkniveau. En dat doen en kunnen we als lokaal bestuur uiteraard niet alleen. Vlaanderen engageert zich dan ook om de huidige drempels weg te werken door een platform op te richten waar gezamenlijk kan nagedacht worden over bijvoorbeeld een laadplan of een wijkrenovatietraject. Ook wordt zeker gekeken naar samenwerking tussen lokale besturen. Het VVSG bij monden van het netwerk Klimaat heeft ondertussen al een kennisnetwerk opgericht en detecteert de hindernissen die de lokale besturen hierin ervaren. Ik benoem nog eventjes de belangrijkste wijzigingen binnen de werven. Een eerste is die CO2-reductie van eigen gebouw en technische infrastructuur verhogen naar 55%. Een tweede is de primaire energiebesparing aanscherpen tot een besparing van 3% per jaar vanaf 2023. Geen lokale heffingen op elektriciteitsmast en sweuven van Elia. En enkele streefdoelen zijn verscherpt en toegevoegd binnen de werven. Binnen werf 2, dat is Verrijk je wijk, hebben we een eerste namelijk van de 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden gaan we 25 fossielvrije renovaties nagaan. En een tweede is de 50 inwoners per 1000 entiteiten uitnodigen voor klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak met een focus op de verduurzaming van de water, warmtevraag liever, en is hier tussen deze vier werven. En binnen werf 3, dat is de elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar, is er de doelstelling na te streven van 1,5 of 1,5 publieke laadequivalent per 100 inwoners dus tegen 2030. Vlaanderen heeft hiervoor aangegeven bijkomende middelen te willen voorzien en deze te verdelen over de gemeentes die intikken. Globaal gaat het hier over 8,75 miljoen voor 22, eenzelfde bedrag voor 23 en 5 miljoen in 24. Vlaanderen benadrukt dat het initiatief dan ook moet begrepen worden als een extra impuls om verder te springen. En als Pelt zijnde willen we graag die ambitie aangaan en leggen we daarom graag de goedkeuring de ondertekening van LEKP 2.0 voor. Ja. Sophie? Dat het lokaal en klimaatambitie worden aangescherpt en natuurlijk een heel klimaat en werkelijk luiden meten is beter, in verband met de financiële inhoudelijke rapportering, wat hier in het plan bij dat dus wel kan. Maar inhoud dat via parkportaal resultaten van doelstelling van pad 1.2.0 welke mensen zou worden opgevolgd, dat ik één keer per jaar zou worden overlegd aan de gemeenteraad en zeker in de meerwaarde. Ja, we kijken heel erg uit naar de rapportering en we zijn ook vol verwachting, want die extra klimaatambitie, zoals al aangehaald, net al aan u ook, is broodnodig hier in Pelt. En we hebben ook al aangehaald dat de CO2-bedrag en de CO2-vermindering te traag om medegaat. Inderdaad, de cijfers kennen we 10 jaar tijd in Pelt 6%, waarmee we een stukje slechter doen dan een aantal duurgemeentes van ons. En dat we willen allemaal weten uit naar die 40% vermindering moeten tegen 2030. En dat is het doel.
Dat mag duidelijk zijn dat gemeentebestuur nog heel veel werk heeft. Heel veel werk op de heeft. En we kijken dus heel erg naar de kort ons hart. Dat voor mij voorlopig goed. Ja, dan doen we nog eens vaak het in de tijd dus niet geweest met dat project harder houden. Wachten naar de noodwerk. Bokkelen, wat het is. Is daar nog een vervolg op iets aan gekomen? Is dat, of is dat, is dat, is dat de conclusie dat dat niet ging? Of wat is dat toen mee gebeurd? Nee, dat is het. Dat was het volledige verhaal van Hergehelden was eigenlijk om ons verhaal van ons houtkanten in peil scherp te krijgen. Hè? Om te zien van waar liggen ze, wat hebben we, wat ontbreekt er, waar willen we naartoe, hoe gaan we het onderhouden. En idealiter, hoe gaan we dat ook kunnen inzetten terug in die circulaire economie. In Bokkelt hebben ze inderdaad zo'n installatie, nu ook ondertussen op verschillende gemeentes, waarbij dat ze dus die snippers van die houtkanten gebruiken om, daar is de biotechnicum, Bokkezaal, de PVL en de kleuterschool mee verwarmen. Aan de handdoek van een warmtenet waarvan dus die bronhoutsnippers zijn. Wij hebben dat bij ons ook al bij een aantal projecten bekeken. Maar dat is inderdaad niet altijd even gemakkelijk of even evident. Hè? Dus als, nu, dat blijft ook altijd een van de opties. Maar dat is natuurlijk niet de enige optie die we moeten nagaan. Hè? Bijvoorbeeld daarom dat er voor het gemeentehuis in Neerpelt gekozen is voor geothermie. Bijvoorbeeld dat ook, we hebben ook even gekeken naar het zwembad. Kunnen we daar met de houtsnippers werken? Maar zij hebben ook gezegd van kijk, wij in het kader ook van de subsidies die ze vanuit Vlaanderen straks gaan krijgen, hopelijk ook wel wat zaken wil ondernemen. Dus waar dat eventueel kan, willen we dat, toetsen we het altijd wel af. Maar dat is inderdaad niet altijd zo, niet zo altijd de aangewezen warmtebron, zal ik het. Nog iemand een vraag? Kunnen we overgaan tot de stemming? Kunnen we akkoord gaan of kunnen we de lokale energie, het klimaatpact 2.0, goedkeuren? Wie is voor? Iedereen. Ja. Volgende agendapunt handelt over het brandregime van de openbare. Dank u wel, voorzitter, om een beetje in de sfeer te blijven van de bespreking daarnet en concreet te worden. Zouden we willen voorstellen om energie te besparen en zeker met de huidige prijzen in het achterhoofd denk ik dat iedereen, elk gezin, elke organisatie bezig is om te kijken hoe kunnen we energie besparen. Dat hebben we ook binnen het gemeentebestuur gedaan, net zoals alle andere gemeentebesturen. En kijken we ook naar de openbare vervoer, dat we aan de huidige prijzen ongeveer 1 miljoen per jaar, 1 miljoen euro per jaar besteden aan de openbare verlichting, aan het laten branden van onze straatverlichting. En dan heeft Fluvius, de netbeheerder, die ook de openbare verlichting beheert, aan de gemeentebestuur 3 voorstellen gedaan. Om een eerste voorstel is alles te doven tussen 24 uur 's nachts en 5 uur 's morgens, behalve in het weekend. Hè. Dat zeg ik uitdrukkelijk. De vrijdag op zaterdag en de zaterdag op zondag zou dat niet zijn. Maar als we alle lichten uitdoen tussen 12 uur 's nachts of 24 uur en 5 uur 's morgens, dan zou dit een besparing opleveren van 30%. Op 1 miljoen is dat 300.000 euro. Dat is een heel pak. Dat is het meest adequate. Een tweede voorstel is wat men kan voorwaarden. De eerste plaatsje is dat we dat inbestalen met onze buurgemeente Bakkel en Lommel, die in dezelfde cluster wat dat betreft zitten. Tweede voorstel, wat kan gebeuren, zijn onze LED-verlichtingen dimmen of ook wat meer uitschakelen. We hebben 22% LED-verlichting. 22% van onze straatverlichting is de nieuwe LED-verlichting die kan gemanipuleerd worden of die men kan laten dimmen afzonderlijk. Daarvoor hebben we niemand anders nodig, dat kunnen we zelf doen. En dan zouden we willen voorstellen om die LED-verlichting geleidelijk aan te dimmen in 3 fases van 8 uur 's avonds tot 23 uur. Op 23 uur zou die dan nog 30% branden. En in het weekend zouden we dat tot 50% laten. We zouden daar een besparing kunnen doen van 44.000 euro, dus veel minder. Dat is logisch, LED-lampen verbruiken sowieso al minder. En als je ze dan dimt, heb je dan natuurlijk wat minder profijt daarbij. En een derde mogelijkheid is om het regime van de avond- en de nachtverlichting te veranderen. Nu is het zo dat alle lampen aangaan, hè, wanneer dat het begint te schemeren, wanneer het duister wordt. En die branden allemaal tot 11:30 s'avonds, 23:30 uur. Dan gaat men over op het nachtregime, dat is al een besparing.
dan wordt 1 op de 3 lampen blijft dan branden en op alle kruispunten blijft het branden. En dat merk je, dat geeft ook een besparing. En 's morgens om 5:30 gaat dat terug aan allemaal. Dan gaan alle lampen terug aan. En het voorstel zou zijn dat we vanaf 22 uur 's avonds in de week weer tot 6:30 's morgens, dat we dat een beetje verlengen, die tijd van die nachtverlichting, dat we dan alle lampen niet meer laten branden tot 11:30, maar dat we van 10:00 beginnen op dat nachtregime en dat de kruispunten blijven verlicht en dat we 1 op de 3 lampen laten branden. Dat zou een €58.000 per jaar kunnen opleveren. Voor dat laatste voorstel hebben we dan ook weer de akkoord nodig van de andere gemeenten, alle andere gemeenten in Limburg die samen in dat regime zitten. En dat zijn er 12, denk ik. Het staat in de bijlage, de tekening of de kaart. Dat gaat van hier tot Nieuwerkerken en Gingelom. En Mazeik zit er nog bij. En in het westen nog wat gemeentes. Dus daar moeten we wel een akkoord over krijgen. We hebben al een aantal keren overleg gehad met de gemeenten in Limburg om daar een consensus over te proberen te bereiken. Dat is tot heden nog niet gelukt. Ik heb de afgelopen dagen geprobeerd de voorzitter van Fluvius te bereiken om te kijken of dat er ergens iets in de maak is. Maar dat zouden we wel willen voorstellen, als daar een akkoord is, om tenminste te beginnen met de scenario 2. Dat kunnen we zelf als gemeente, om die ledverlichting al wat meer te dimmen, dat we toch iets kunnen besparen erop. En 2, als er een akkoord is, dat we ook die avond- en nachtregime kunnen invoeren, dat van 10:00 s'avonds tot 6:30 s'morgens. Het eerste scenario, alles doven, was eigenlijk onze eerste voorkeur als gemeente, en dan ook in Lommel en Hamendachel, omdat we dan het meeste kunnen besparen. We hebben een fundamentele besparing van 30% of €300.000 aan de huidige prijzen. Maar daar zitten we met het probleem dat AWV, het Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer, en ook de minister die bevoegd is, zegt, ja, dat is wel een probleem natuurlijk. Want op de gewestwegen zouden we toch zeker op een aantal kritieke plaatsen de lampen willen laten branden. En wil nu net dat de openbare verlichting op de gewestwegen aangesloten is, vele plaatsen, op ons gemeentelijk netwerk. Dat is niet zo in Pelt voor de nieuwe gewestwegen. En dan denk ik aan de rotonde aan de Gamma en de rotonde aan het fabriek, afrit van de Noord-Zuid. Ook hier het stuk ziekenhuis, tot aan het ziekenhuis. Niet ook de stukje ring nog hier bij het ziekenhuis. Die zaken, ze hebben al eigen verlichting. Dat ziet je ook aan het soort palen. Maar zo de oude gewestwegen, Hamonterweg, Heerstraat, Leopoldlaan, Astridlaan, denk ik, die zitten nog geïncorporeerd in ons gemeentelijk netwerk. En daar kunnen we nu nog niet afschakelen. Dat moet dan ook mechanisch gebeuren. Dus zover zijn we nog niet. Maar we zouden willen voorstellen aan de gemeenteraad dat we toch al iets kunnen besparen door de ledlampen op vanaf 's avonds geleidelijk aan wat te dimmen. En als we akkoord krijgen met een aantal andere gemeenten om ook dat avond- en nachtregime wat aan te passen, zodat we daar ook toch wel een besparing hebben. En als ik dan tel, dan krijgen we op die twee vlakken zouden we toch een €100.000 10% kunnen besparen, maar als we met AWV akkoord krijgen, dat we dan ook verder zouden kunnen gaan. En in de week, ik benadruk in de week, niet in het weekend, maar in het week, van 12:00 s'nachts tot 6:30 zeker, of tot 5:00, excuseer, de lampen helemaal uit te doen. En dat. Ja, voorzitter, heel kort, ik heb de op de politieraad of aangehaald om wat met gewezen in het land. Wij vinden het echt natuurlijk heel belangrijk, zeker in het kader. We zitten weer aan de wind in het kader van diefstallen. Als het donker is, dan is het allemaal gemakkelijker om in te breken. Nu, we kunnen ons vinden in dit voorstel, waarom we toch nog wat richting gaan hebben tijdens de nacht. Het is natuurlijk al vroeg 10:00, maar we zijn maar een heel gedeelte nog kunnen we ons niet vinden, maar u heeft het zelf aangehaald. Dat er nu een aantal gemeenten niet akkoord gaan. Dan gaat het niet. Met het voorstel of... Nee, als er iets anders mogelijk is, dan komen we terug met een voorstel. Als er een ander alternatief mogelijk is. Dit zijn de dingen die eigenlijk de mogelijkheden die Fluvius ons aanreikt om te doen. Dus we zullen moeten wachten in alle gemeenteraad met het goedgekeurd is. Ja, wanneer dat... Als ik zei, scenario 2, de ledlampen dimmen, dat kunnen we zelf. Dat kan Fluvius per lamp eigenlijk regelen. Dat kunnen ze zelf, alleen dat gebeurt met de computers tegenwoordig. Hè.
dat avond- en nachtregime, dat moeten we akkoord hebben met alle gemeenten die in hetzelfde regime zitten. Ja, ik wist dat ook allemaal niet. Ik heb mijn ogen open getrokken, doet dat allemaal in elkaar steekt. Maar goed, het is ook niet zo blijkbaar. En daar zouden we, allee, daar dacht ik dat er een consensus in Limburg aan het groeien is om alle gemeenten te laten doen. En dat men daar, hè, want andere gemeenten zitten weer van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Allee, en daar is het van afhankelijk. En we willen natuurlijk evalueren, ook alleen daar kijken, als het nu echt niet te doen is, hè, ja, dan moeten we na een paar maanden zeggen, kom, we gaan terug aanpassen. Als er inderdaad meer inbraken zijn. Ja. Ja, ja. Agenda punt 5, het reglement voor het toekennen van werkingssubsidies aan de taalvereniging. Er moet een aanpassing gebeuren aan dat reglement en om dat even toe. Dank u wel. De 19 december 2019 hebben we het reglement goedgekeurd. We zijn nu een paar jaar verder en willen toch een eerste addendum voorstellen. Aan de ene kant willen we eigenlijk vragen om de Peltervereniging wat meer te specificeren en te zorgen dat semi-commerciële verenigingen of verenigingen met een verdoken commercieel karakter geen aanspraak kunnen maken op deze subsidies. Dat is één deel. En het tweede deel gaat over de uitpas. Toen in het reglement daarvoor lag, was er al sprake van de vrije tijdspas. En we hebben gezegd, daar gaan we later op terugkomen. En nu zijn we zover. De uitpas is iets meer dan een jaar. Zijn we er nu mee bezig. We hebben ervoor gekozen om eerst te starten met onze eigen activiteiten. En ook met het zwembad en met de kunstacademie. Ook om een beetje te oefenen en te leren hoe dat het juist werkt. En dat de mensen ook de uitpas leren kennen. En ook dat we de doelgroep heel goed kunnen bereiken. Om dan in tweede instantie met de verenigingen te starten. En daar zijn we stilletjes mee begonnen. En willen we nu ook formaliseren in het reglement. De uitpas werkt volgens het 20-40-40 principe, waarbij de mensen in armoede 20% betalen, 40% zal de vereniging betalen en 40% gaat het lokaal bestuur tussenkomen. Hoe zit het juist in elkaar? Ons reglement is opgedeeld volgens de verschillende sectoren. En per sector wordt 5% van het budget voorbehouden voor de uitpas. Binnen een vereniging krijgt een persoon die een kanstarief heeft 1 punt toegekend. En alle punten van alle verenigingen worden dan samengeteld. En dan wordt het budget daardoor gedeeld. En dan krijgt 1 punt een bepaalde waarde. En dat gaat dan naar de vereniging toe uitgekeerd worden met een maximum van €30 per persoon. Wat ook belangrijk is, en dat staat niet in het reglement, is dat we wel kijken van ja, als een bepaalde vereniging, ik zeg maar een bepaalde grote vereniging, de voetbal, heeft misschien iets meer aantrekt. Als meer dan 5% van de leden het kansentarief hebben, dan boven die drempel komt de gemeente voor 80% tussen. Ook om de kosten voor de vereniging niet te veel laten oplopen. Allee, ik wil maar eens een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld één vereniging die al ingetreden is in de uitpas, dat is de Turnclub Hogerop. Daar is bijvoorbeeld het lidgeld €100. 40% van 100 is €40 dat de club moet betalen. Ze kunnen tot maximum €30 via het reglement terugkrijgen. Ze hebben 350 leden. 5% is 300, van 350 zijn 17 leden ongeveer. Vanaf het 18e lid dat het kanstarief heeft, daar komen wij tussen. Dus, en zo hebben we eigenlijk ook een berekening gemaakt voor verschillende verenigingen. We hebben een medewerker bij ons in de gemeente die met iedere vereniging ook apart gaat samenzitten om het ook te bekijken van ja, wat betekent de uitpas voor jouw vereniging? Hoe kun je het juist inzetten? Vanuit Public wordt eigenlijk gevraagd om de uitpas vooral op het lidgeld in te zetten. Dat je daar het kansentarief op toekent. Maar dat is niet voor alle verenigingen even evident. Als je bijvoorbeeld kijkt en je hebt bovenlokale partners. Dat is bijvoorbeeld de Gezinsbond, maar ook de KSA. Die hebben al eigenlijk van bovenlokaal gezegd van kijk, wij willen werken met de uitpas. Wat wil zeggen, het lidgeld wordt bovenlokaal ook gestort. En dan heeft de lokale vereniging hier daar ook geen hinder van. Dat de uitpas gebruikt wordt. Maar onze lokale gezinsbond gaat ook instappen in de uitpas. Die kiest er dan voor om bepaalde lokale activiteiten. Dan dat ze daar de uitpas kunnen gebruiken. En dat ze ook puntjes en zo kunnen sparen.
bijvoorbeeld KWB, Bosuind, daar die moeten een lidget volledig doorstorten naar de hoofdkoepel. Daar is minder evident om dan de korting toe te kennen op het lidgeld, maar zij gaan ook op bepaalde activiteiten die ze organiseren het ganse tariefje laten toekennen. Dus het wordt heel erg op maat van de vereniging wordt er gewerkt en er wordt ook boven lokaal enorm gestimuleerd dat koepels ook behoorlijk al bij de uitpas instappen, wat natuurlijk ook veel beter is. Om een beetje cijfers te geven, dat is misschien ook nog interessant hoe het of meer dan een jaar uitpas op dit moment is. We hebben tot nu toe 1724 kaarten verkocht, mensen die de uitpas hebben, en 425 mensen hebben daar een kanspas van. Wat eigenlijk, als je dat vergelijkt met het gemiddelde in Vlaanderen, eigenlijk zitten wij boven gemiddeld. Dus dat wordt eigenlijk heel goed gebruikt. Waarvoor wordt het veel gebruikt? Voor het zwembad, voor de sport ook. Hè. Zowel bij volwassenen als bij kinderen. Ook bij de kampjes en de speelvogels. Hè. Het wordt eigenlijk al redelijk goed gebruikt. Ook bij de kunstacademie. Op dit moment zijn er 17 mensen die naar de kunstacademie gaan, die kansentarief hebben. Dus dat wil zeggen dat er ook mensen die anders misschien de kans niet hadden om daar deel van uit te maken, die daar nu wel van deel kunnen uitmaken. En op die manier bieden we eigenlijk ook veel meer kansen, heel laagdrempelig, hè, want mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben al kans op de uitpas en kunnen op die manier korting krijgen. En ook mensen die gekend zijn bij de OCMW en eventueel in aanmerking komen met het reglement socioculturele participatie. Eerst kunnen ze via de uitpas bijvoorbeeld, dat kindje gaat naar het kamp, kunnen daar via de uitpas korting krijgen en kunnen eventueel als het moeilijk is voor dat gezin te dragen, via het reglement socioculturele participatie ook terugkrijgen. Dat is €125 per persoon, bijvoorbeeld in een gezin. Dan kun je met dat bedrag veel meer. Dus op die manier kunnen we eigenlijk die gezinnen nog meer ondersteunen. Ik met licht voor. Zijn er nog vragen bij? Opmerkingen? Ik had eigenlijk een vraag. Als je een vereniging hebt die weer wetgeld staat. Ja, het is inderdaad voor sommige verenigingen, ik zeg het, het wordt op maat gewerkt. En je hebt bijvoorbeeld de Samana, die vragen geen lidgeld. Voor die vereniging is dat natuurlijk niet mogelijk. Hè. Wij hebben er ook voor gekozen om niet te verplichten. Hè. Er zijn gemeenten die verplichten verenigingen om in met de uitpas in te stappen. Ja, dat gaan wij niet doen. Hè. Wij gaan niet verplichten. We gaan echt op maat kijken wat kan voor u. En vooral ook, hè, er is ook een bovenlokale werkgroep, vooral bovenlokaal, koepels stimuleren om er daarop in te stappen. Dan gaat het de verenigingen een stukje makkelijker. De verenigingen leden aanvaarden die normaal lid hebben of recht hebben op die uitpas, die noemen dan een klein stukje subsidie. Ja, dus 5% van het budget is eigenlijk specifiek bedoeld voor de uitpas. Hetgene dat over is, het is €30 maximum. Wat dan over is, daar gaat dan wel weer de pot in. Wordt dan wel verdeeld door de vereniging. Maar we hebben er toen eigenlijk al in 2019 al voor gekozen om een bepaald percentage eigenlijk te voorzien voor de uitpas. Ja. Kunnen we dan deze aanpassing van het reglement goedkeuren? Wie is voor? Iedereen? Dan nog een aanpassing van het, deze keer van het subsidie, denk ik, voor de tussenkomst en de huur van het zuidland. Het is voor de sportverlening met de jeugdwerk. Voort is aan de ingeven. Ja, dank u. Bij het ontstaan van Pelt of iets daarna hebben we een nieuw subsidiereglement gemaakt voor de sportverenigingen. En de tarieven die worden doorgerekend aan hun voor het afhuren van alle verschillende sportaccommodaties op ons grondgebied. En die moesten dus op elkaar afgestemd worden, hè, hoe het in de beide gemeentes vroeger verliep naar een nieuw reglement. En dat hebben we goedgekeurd op 24 september 2020. Nu, zwemclubs komen daar toen al uit, omdat dat eigenlijk niet te vergelijken is met een zaalsportclub, bijvoorbeeld in de prijzen die daarvoor gevraagd werden. Toen hebben we ervoor gekozen om een vergelijking te maken. Toen hebben we gezegd, kijk, het bedrag waar we tussenkomen in het afhuren van één baantje is het equivalent van anderhalve keer de sporthal van de Benvoort. En dat kwam dus neer op €3 korting. Toen het zwembad ooit gestart is en de zwemclubs daar dus voor het eerst gebruik van maakten, toen was het baantjestarief, dus dan spreek ik over één baantje, 1 uur, was dan €10 per uur.
Ondertussen, met de indexaties en zo verder, zit dat over de 15 euro. En daar zijn ze natuurlijk mee naar ons gekomen van, ja, dit wordt wel erg duur. Je kunt een beetje doen aan kinderen of hoeveel jeugdleden je in zo'n baantje laat zwemmen. Maar als we weten dat het afhuren van één deel sporthal, vragen we maar 2 euro per uur voor. Ja, dan weten we dat dit wel een hoog bedrag is. Zijn we met de club in gesprek gegaan, hebben we gezegd, ja, oké, wat is de inspanning die jullie zelf doen? Hè? Wat hebben zij al gedaan? Ze zijn ondertussen ook gefuseerd. Hè? Dus de Oorpelse en de Meerpelse zwemclub die zijn samengegaan, waardoor ze de baantjes wel wat efficiënter kunnen gebruiken. Hè? Ze kunnen dat beter op elkaar stemmen dat beter af. Met de leeftijdscategorieën en zo kunnen ze nog beter die baantjes volleggen. Ze hebben een aantal baantjes geschrapt door meer mensen hetzelfde ding te leggen. En ze hebben hun lidgeld ook verhoogd. Dus om een beeld te geven, van de recreatiezwemmer zijn ze van 180 naar 250 euro gegaan. Competitiezwemmer van 450 naar 550. Dus maar gewoon ter informatie. Maar dat is toch al een behoorlijk bedrag. En daarvan toen hebben wij ook eens de benchmark gedaan van oké, hoe werkt het in de andere lago, zwembaden. En daar telt men nu eigenlijk waar wij ooit begonnen zijn. Volgend jaar bestaat onderslag 20 jaar. Dus daar wordt ook overal uitgegaan van die 10 euro per baan. Dus dat is eigenlijk ook het voorstel wat nu voor ligt. Kijk, we willen eigenlijk gewoon terug naar die 10 euro gaan, die ook wel weer terug geïndexeerd wordt. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er een tussenkomst komt van 5 euro vanuit de gemeente. Dat is wat hier nu vandaag voor ligt. Om het toch voor de vereniging haalbaar te houden. En dat er toch dat aanbod aan onze Peltenaren gegeven kan blijven. 10 euro die start nu. Start dan nu, ja. En dat ze pas niet geweest zijn, die komen er niet meer op. Daar zal dan nog niet op komen, nee. Met werkende kracht. Hier staat, ja, deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2022. Ja, dat klopt. Om die vanaf dit seizoen te laten beginnen. Dus dan start dat inderdaad met terugwerkende kracht. Dat klopt, ja. Nog iemand daar een vraag over? Hier kunnen we dan daarvoor stemmen voor een aanpassing van dit gemeentelijk subsidiereglement, ISO. Iedereen? Agenda punt 7, dat zou gehandeld hebben over de herinrichting van de voetbalkantine De S. Dat wil men ombouwen tot jeugdlokaal, maar het is mij gevraagd om dit agenda punt uit te stellen tot op een later tijdstip, omdat alle technische documenten zaten in het dossier en dan met de pasgeboeken. Gemeenteraad en volledig dossier heeft vanuit het moment. Dan stappen we over naar agenda punt 8. Dat is het AGB van Pelt. Daar is ook een wijziging in het reglement op de prijssubsidies. Het woord is aan de burgemeester. Dank u wel. Over de terugkomt, hè. Het AGB is het autonoom gemeentebedrijf dat voor ons sportaanbod in de gemeente regelt. Waar dat de verhuur van sporthallen, de cultuurcentra, de activiteiten van sport en cultuur in ondergebracht zijn. En wij geven daar een subsidie aan vanuit de gemeente om die prijzen, die toegangsprijzen en die deelnameprijzen enzovoorts, die huurprijzen, democratisch te houden. Maar vooral ook om dat positief te houden. Het AGB moet met een positief resultaat eindigen om aan de spelregels van de BTW te kunnen voldoen. En dan is het elke jaar zo tegen het einde van het jaar dat we een prognose maken van hoe ziet het uit met die resultatenrekening. Gaan we daar met winst kunnen draaien of niet? Ja, het ziet eruit dat we op deze manier, alleen als we het laten gelijk het is, dat we dan niet met winst gaan halen. Dus we moeten een bijkomende subsidie geven. En dat willen we met de wijziging van dit reglement doen. Dat we de prijzen van de tickets, en dat is technisch eigenlijk vermenigvuldigen met een factor 140 om bijkomende subsidie te kunnen geven aan het AGB. En dan gaat de totale prijssubsidie voor 2022 neerkomen op 2.272.824,53 euro. Okay.
Zijn daar vragen bij? Kunnen we dan deze wijziging goedkeuren? Wie is voor? Dank u. Agenda punt 9, een erkenningsaanvraag voor de lokale geloofsgemeenschap Torwind. Daar zouden we als gemeenteraad een advies geven. Ja, dat is wel. Voorzitter, collega's, wij hebben een vraag gekregen van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur om een advies te geven over de erkenningsaanvraag die de lokale geloofsgemeenschap Tauwiet heeft gedaan bij het Vlaams Agentschap en samen met het provinciebestuur, denk ik, en een representatief orgaan, een moslim-executieven in dit geval, denk ik, moet er een advies gegeven worden van de gemeente. Zo voorziet dat decreet de gemeente waarop op wiens grondgebied de gebouwen voor die eredienst gevestigd zijn. En wij zouden willen voorstellen aan deze raad om een gunstig advies te geven. De VZW Tauwiet is reeds sinds 1995 actief in onze gemeente met een maatschappelijke zetel, dacht ik, in de Stationsstraat en een gebedshuis aan de Breugelweg, of eerst aan de Breugelweg, want vorig jaar, en dat weten we, hebben zij om het vroegere gebedshuis van de getuigen van Jehovah te kunnen kopen aan de kolonies. En daar hebben zij nu hun gebedshuis gevestigd en zij zouden willen een erkenning vragen. Wat betekent dat, een erkenning vragen? Dat ze erkend worden door de Vlaamse gemeenschap, dat ze ook gecontroleerd worden, maar dat ze ook steun kunnen krijgen voor de erediensten die ze uitoefenen, zoals wij dat hier in de gemeente doen met de kerkfabrieken, hè, met de katholieke geloofsgemeenschappen steunen de gemeente, de andere geloofsgemeenschappen en de vrijzinnigheid worden gesteund door het provinciebestuur en worden ze daar ook gecontroleerd en ook door de Vlaamse overheid. Ik denk dat het goed is wanneer zo'n geloofsgemeenschap, wanneer die voldoet aan de voorwaarden dat die erkend wordt, dan denk ik dat die ook gecontroleerd kunnen worden, dat ze volgens de regels hun geloof kunnen beleiden, maar ook hun organisatie kunnen leiden enzovoort. Wij hebben in het verleden met deze geloofsgemeenschap in de Breugelweg nooit problemen gehad, ook niet in de kolonies, alhoewel ik nu een kanttekening erbij moet maken omdat ze een bouwaanvraag hebben gedaan voor de uitbreiding van het gebouw, dat er vanuit de buurt toch een bezwaar is met een aantal opmerkingen of bemerkingen en ook vragen over de bestemming of de activiteiten, andere dan de geloofsactiviteiten. Nu, dat is een ander dossier als deze erkenning en dat gaat over de bouwaanvraag wat nog lopend is. We moeten ook zeggen dat er altijd een goed contact is geweest met onze dienst Samenleven en deze organisatie, dat er ook betrokkenheid is bij jeugdwerking wanneer dat gevraagd wordt, bijvoorbeeld nog bij de oprichting van het Overkorthuis. En dat ze bijvoorbeeld ook in het verleden deelgenomen hebben aan een open gebedshuizendag, dat ze ook openstaan voor communicatie en daarom. Eigenlijk volgens het decreet dat daarover gaat, en dat is dan dat artikel 7 dat die voorwaarden zegt, zijn er voor ons geen negatieve indicaties om daarover een negatief advies te geven. Dus zullen we een positief advies willen geven over die erkenningsaanvraag. Ja, alleen maar. Vandaag heb ik inderdaad de erkenning voor, maar ik wil het graag eens hebben over die bouwaanvraag die bijgekomen is. Ik ben inderdaad vernomen dat deze moskee een uitbreiding plant met een minaret en gebedshuis moet vallen. Nu, iedereen heeft de mond vol van gelijkheid over de gelijkheid van man en vrouw. En dit gaan we dus toestemming geven. Allee, het schepencollege waarschijnlijk, hè, om een gewetsruimte te bouwen enkel voor vrouwen. Dus wij vinden dat pure discriminatie. Dan wat het minaret betreft. Wij vinden een minaret is geen noodzakelijke uitbreiding van een moskee. En niet plaatsen van een minaret belemmert zeker de godsdienstvrijheid. Nu, men oppert in het verslag van een bepaalde krant dat een minaret louter esthetisch zal zijn. Maar louter esthetisch, wel, misschien zal dat in het begin zo zijn, in de eerste fase. Maar wat gaat dan later zijn? Wanneer die minaret er staat, kan er van alles mee gebeuren. U weet ook, een minaret is normaal plaats met één minaret voor een kleine moskee. Nu, als je ziet, er wordt zo'n grote ruimte bijgebouwd. Dat gaat binnenkort een grote moskee zijn. Dus misschien komen er dan wel meer minaretten. Hè? Als ze één goedkeuring hebben, dan zullen ze voor de andere krijgen. Nu, wij vinden dat dit echt, en inderdaad, u heeft het aangehaald, in de buurt is men daar ongerust over. En ik denk terecht. Het is iets, allez, we moeten eerlijk zijn. Aan de ene kant, hè, vorige maand hebben we hier zitten praten over het kerkenbeleidsplan. Aan de ene kant gaan we kerken afbreken, gaan we kerktorens afbreken.
wat heel gevoelig ligt bij de mensen. Aan de andere kant gaan we hier nu toestemming geven voor een minaret te bouwen bij een moskee. Wij denken dat dit zeker geen opwaardering is voor de omgeving. En wij vragen toch om zeker rekening te houden met de bezwaren die de mensen in de gemeente, zeker in de omliggende omgeving, daarover hebben ingediend. En toch eens na te denken of het inderdaad wel nodig is om zoiets te planten in onze gemeente. We gaan ook tegenstemmen. Goed, maar je kunt ook even zeggen, ja, allemaal door de bouwaanvraag. Ja, met één hangt dat het ander vast, hè. Nee. Die andere gemeenschap, tijdelings vernoemd, ja, ook daar zijn altijd niet een trouwens. Nee, maar we gaan wel samen in de kerk zitten, hè. We gaan wel samen in de kerk zitten. Ik ben absoluut voorstander van de scheiding tussen kerk en staat. Ook wat dit betreft op het lokale niveau. En men vraagt ons erkenning daarvoor. En de inhoudelijke geloofsbelijdenis en zo, daar hou ik mij zo ver mogelijk vanaf. En het is jammer inderdaad dat onze kerken gesloten worden. Maar dat ligt aan die geloofsgemeenschap meer dan aan die andere, denk ik dan. Ja, ja. Maar ik hoop echt dat u echt erop hamert dat die minaret, als die er ooit, als u daar een spinning voor heeft, dat louter inderdaad esthetisch blijft. Hè? Ja. We delen bekommernissen. Goed. Over dit punt, erkenningsaanvraag. Wij vinden dit een tussenmier om eigenlijk gefundeerd advies te kunnen geven. Het gaat van weer die wijs van zo. Ja, maar ja. Het baseert uw erkenning. Dus wij vinden dat we daar geen advies op kunnen geven. Gaan ons dus op basis van Vlaamse wetgevingen. Ja, van buurtonderzoek dat erbij moet zitten. Het is niet alleen puur economisch, maar ook sociaal, hoe die gemeente dat ze concurrentie de andere gemeenschappen, dan vinden die dat van die punten moeten eigenlijk. Ja. Eerlijk gezegd, wat ik dat vind, is dat niet in huis of dat de andere mag komen, zal die altijd zeggen. Maar goed. Dat is niet belangrijk. Die de grondige onderzoek doet, want het is hun zaak. Goed. De vraag die voor ligt, kunnen we ons gunstig advies geven voor de bereikbaarheid van deze geloofsgemeenschap? En wie onthoudt zich? En wie is tegen? Dan stappen we over naar een andere geloofsgemeenschap. Kerkfabriek Sint-Niklaas Neerstad Centrum. Daar is een wijziging van het meerjarenplan 2020-2025. Ja, voor Kerkfabriek Sint-Niklaas Neerstad Centrum. Die zijn bezig met de renovatie van de glasramen. Men heeft in dat onderzoek vastgesteld dat er nog twee extra glasramen moeten gerenoveerd worden. En vooral het kader van die zandsteen die daar rond zit, de molulen of zoiets noemt dan dat, weet ik niet. Dus men heeft bij de restauratie vastgesteld, of bij het onderzoek vastgesteld, dat er extra ramen, dat het werk iets meer is. Dus vragen zij om meer te voorzien en ook de investeringskredieten over te zetten, deels van 22 naar 23. Dus de kerk van Neerpelt Centrum is een geclasseerd monument, dus de Vlaamse overheid heeft daar ook subsidies, 70%, maar niet de erelonen en niet denk ik de onderzoekskosten. Daarvoor, dus er is voor die fase 2 die men nu extra voorziet, €259.000 in totaal, zal het Vlaamse gewest €138.000 bijbetalen en aan de gemeente wordt gevraagd €121.000. Maar dan voor 23, dat is de aanpassing van het meerjarenplan. Daarbij komt de aanpassing van dit budget dit jaar nog. Eén vraag erbij. Kunnen we dan de wijziging van het meerjarenplan goedkeuren? Wie is voor? Dank u. Kerkfabriek Sint-Willibrordus Herent, er is ook een wijziging in het meerjarenplan. Ja, die hebben een exploitatiekosten aangepast aan de nieuwe situatie. Inderdaad, dat het wegvallen van de erediensten in het Herent zo is. Ze hebben de inkomsten, hè, rondgaan in de mis met de schaal is weggevallen natuurlijk als er geen mis is. En twee zeggen ze, we hebben elk jaar een mooi Sint-Willibrordus. Sint-Teunisfeest, en dat ging dan naar de kerk, maar dat gaan we nu niet meer doen. Laat in de parochie blijven.
En de uitgaven voor de eredienst vallen dan ook weg. Dat is eigenlijk vestigd. En ze vragen dus aanpassing van een meer regulare plan. Ook de goedkeuring van de gemeenteraad. Geen vragen erbij. Kunnen we dat goedkeuren dan? Die aanpassen? Iedereen daartoe? Dat is een budgetwijziging voor dit jaar, voor de werkrenovatie van de glasramen fase 1 die nu op stapel staat. En daar vragen zij een verhoging van de bijdrage van 103.000 naar 220. En dat is wat voor de gemeente is de erelonen van architecten de voorbereiding van die fase 2. Van de gemeente die bijdrage te verhogen. En de investering ook te verhogen. Het hoeft niet te staan, maar ook gewoon met erachter dan. Kerkfabriek Sint-Menolf, de Sint-Grindolf en Sint-Huibers-Lil, ook een budgetwijziging? Ook een budgetwijziging en eigenlijk een doorschuiven van 22 naar 23. In Lil zijn ze bezig met de verfwerken, grote verfwerken en restauratie in de kerk. Daar is bijkomend onderzoek moet gebeuren en een kleine aanpassing van de exploitatie voegen ze ook door in hun budget 2022 en ook de verfwerken aan de Boskapel en de Bosuil voorzien zij nu in deze act als investering. Maar het is voornamelijk de verfwerken die doorgeschoven naar 23 die de wijziging van 2023 inhoudt. Ook van de verhakten. Deze dus. Kerkbestuur van Pelt, de budgetten 2023, moet ook kennis van nemen. Ja, met het oog op de opmaak van ons budget 2023, dat we waarschijnlijk in de maand december aan de gemeenteraad voorleggen, hebben we dus ook gevraagd aan de kerkraden en het Centraal Kerkbestuur om hun budgetten 2023 in te dienen. En dat hebben ze ook gedaan, die meerjarenplannen aangepast, met oog op 2023 vooral. En daar moeten we akte van nemen dat het past binnen de goedgekeurde de gemeente. Dan de laatste agenda punt is Fluvius, opdrachthoudende vereniging. De gemeente Pelt is lid van Fluvius, opdrachthoudende vereniging. En daar moet een vertegenwoordiger aanduiden. Die is trouwens al aangeduid voor de buitengewone algemene vergadering van 7 december. De agenda van de buitengewone algemene vergadering wordt als samengesteld. Dat is een bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 als ook van het door de raad van bestuur opgestelde budget van 2023. En dan zijn er nog statutaire benoemingen en statutaire mededelingen. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde agendapunten. Wie is akkoord? Wie stemt tegen? En wie onthoudt zich? Dank u wel. Dan zijn we door de agenda. Maar we hebben nog de vragenronde. En daar is het woord aan de fractie van Groen die nog 2 vragen heeft. Misschien 3. Ja, dank u wel. Eerst is een vraag in verband met het vaarweg in de Ombudsstraat. Laatst van de pers dat er eigenlijk een oplossing is voor die gemeenteweg. Dat de eigenaar naar het huis komt om het weerrecht in de Wereldvaarderweg naar het park van eigen. Het maakt langs de oorspronkelijke weg. De eerste vraag daarbij is of er effectief klopt het bericht en dan meer bepaald dat dat dus met hulp van de gemeente gaat gebeuren. En de tweede vraag, zo ja, wat gaat dit dan de gemeente gaat kosten? Dus dat is dan de onderlinge kosten die de gemeente gemaakt heeft om te zien met op maat van het voorlijnplan, voor de zakenmarktkaart enzovoort. Ja, inderdaad, we hebben dat bericht. Het bericht klopt, hè. We hebben dat bericht ook gelezen, dus datzelfde bericht. Ik was wel enigszins verbaasd, moet ik zeggen, van zoiets te lezen. En dat ligt ondertussen ook voor mij een nota die voor het volgende schepencollege door onze administratie, dus op het schepencollege, is geagendeerd. En daar lees ik diagonaal in dat er een plaatsbezoek is geweest, naar aanleiding van die procedure die opgestart is geweest, waarbij de vrederechter eigenlijk een suggestie heeft gedaan. Een suggestie die in het verleden, dan denk ik na 10 jaar mag teruggaan, door de gemeente ook al ooit gedaan is, die een paar jaar geleden, voordat die saga hier op de gemeenteraad kwam, ook al door de burgemeester, denk ik, in aanwezigheid van de medewerker die nu op het plaatsbezoek aanwezig was, samen de raadsman die de gemeente dan op zat,
ook al gedaan is eigenlijk langs die houtkant die weg te leggen. Hè. Maar daar was toen op dat ogenblik geen sprake van. De eigenaar verzette zich daar manifest tegen. En dan is er het akkoord dat is verleden eigenlijk, hè, onlangs nog op de gemeenteraad goedgekeurd, dat de minister dan niet voldoende vond, hè, en vernietigd heeft. En in het kader van deze procedure lees ik dan nu dat blijkbaar de eigenaar, hè, dus wij hebben dat na de beslissing van de minister samen ook nog, dat is de eerste keer dat ik de eigenaar in dit verband trouwens zelf heb gesproken, samen met de burgemeester en met de medewerker van het gemeentehuis waar ik juist naar verwees, bevraagd en gezegd, ja, zo toch niet enzovoort, hè, daar was geen sprake van. En blijkbaar nu, om welke reden dan ook, de eigenaar toch bereid gevonden om die weg een beetje te verleggen, waardoor wel die houtkant kan gespaard worden. En ik lees daarin dat hij ook wel een aantal modaliteiten vraagt, hè, dat daar geen verkeer door kan. Alleen een echte trage weg voor de actieve weggebruiker, hè, zijnde dus de fietser en de voetganger. Hè. En dan wordt er daar, ja, dat is een suggestie die daar gedaan wordt op dat plaatsbezoek, en die legt nu onze medewerker en de jurist van de gemeente die daar ter plekke was, leggen dat nu terug voor van schepen. Ik weet, je moet wij eens kijken. Dat is op zich geen slechte wending, denk ik dan. Maar goed, ik denk dat we dat op het Schepencollege moeten bekijken, hoe dat praktisch met die modaliteit en hoe het in zijn werk gaat gaan. Uw vraag waaruit dat kost, dat weet ik nu niet. Hè. Daar kan ik later misschien wel op antwoorden, maar op dit ogenblik niet. Maar dat is de status van het dossier. Dus er is een plaatsbezoek geweest, er is daar een suggestie gedaan en er is daar alleszins door de grondeigenaar in kwestie op ingegaan, onder bepaalde modaliteiten. Weet je? Dat zijn natuurlijk beide verhalen. Was nog wel op deze graad ook snel en open geweest om meteen dingen op de weg te stellen. En wat ik me vooral afvraag is waarom worden die kosten voor deze oplossing, waarom worden die dan in de eigenaar verhaald? Omdat het niet meer te weg is, hè? Dat is een taak van de gemeente, dat is niet weet. Maar zoals Jacques zegt, de eigenaar was daar tegen en dan kunnen zeggen, je kunt het dwingen en dan was het toch bij de vrederechter geweest. En in een ander dossier dat we hier denk eens gehad hebben, hebben we ook gesuggereerd wat dat de discussies hebben gezegd, ja, we kunnen daar een moeilijke uitspraak. Ik was mijn draad moeilijk recht. We hadden getuigen pro en getuigen contra. En dat heeft Jacques ook gezegd, ja, en in ons besluit, ja, voor die zaken die echt zo betwist worden door die particulieren over hun particuliere eigendom, gaat het beter naar de rechter. En wat zien we nu? Inderdaad, die vrederechter is op plaatsbezoek geweest en blijkbaar maakt dat meer indruk als een gemeenteraad en een burgemeester. En de gemeente gaat zelf weten of daar het is de gemeente weg, hè. Maar goed, over de modaliteit moet maar gesproken. Als dat een olifantenpaadje wordt, zal dat misschien niet te veel kosten, maar we zouden wel het rooiplijnplan moeten vastleggen, hè, dat het inderdaad vast ligt en dat er later nooit discussie over is als er nog eens een houtkant geplant wordt of ontstaat, hè, of zeilingen ontstaan, hè, want dat kan al in de natuur, gaat dat van eigen zijn. Niks, want ik lees dat de eigenaar bereid is, dat het belangrijk dat die houtkant, wat wij in het verleden ook al hier gezegd hebben, hè, dat daar een biodiversiteit aanwezig is, die als die weg op dezelfde plaats moet geweest zijn, wat een probleem is, hè, een ander probleem is, zal ik maar zeggen. Dat is een van de modaliteiten. Als die kan behouden blijven, dan kan daar een trage weg komen, maar dit en dat, en ik weet niet wat. Dus ik denk dat we daar verder moeten bekijken. Ik lees hier ook nog dat de vrederechter de zaak in voortzetting heeft gesteld naar de zitting van 22 mei 2023 om 9:30. Hè. Dus dat is om ons de kans te geven, denk ik, om dat hele zaakje in overleg ook met je eigenaar, misschien met de eisende partij, hè, ook uit te klaren en op te lossen tegen die tijd. En dat zou goed zijn. Ja. Heeft dus het plaatsbezoek van de vriendelijk gemaakt indruk, maar ik heb hier dat we gewoon op camera spreken. Dat zal ook wel indruk gemaakt. Wie weet, ik was er niet bij. Ik ga daar allemaal zo tegen. Je kijkt op televisie met ons, dat zullen we allemaal zien. Goed. Goed, dan is er nog? Ja, dat is een beetje een vraag. Het is een vraagje in landelijk gemeenschap van Boris Schaar. Het is voorstel besproken om aan alle schoolgangen een permanent parkeer- en gestationeerd verbod in te voeren op een lengte van 20 meter. En natuurlijk met het doel om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te worden. Alle mensen die daar aanwezig waren van de verschillende partijen ook, waren er voorstander van. En ja, de vraag is eigenlijk simpel wat de stand van zaken is in het verkeer. Ja, dat klopt.
Er is nogal wat tijd overheen gegaan. Hè? Dat is inderdaad een terechte vaststelling. Ik heb ook aan onze mobiliteitsambtenaar gevraagd, ja, wat is daar verder de status van? En hij zegt dat het plan is om dat mee te nemen in de maatregelen die we op terrein gaan uitrollen als het gaat over ruimte voor voetgangers en fietsers. Hè, dus die co-creatieproces, dat ik denk, wat is het, 17 november voor Overpeldcentrum en 22 november, ik weet niet, voor Neerpeldcentrum op twee verschillende plaatsen plaatsvindt, hè, waar we dus zo een paar oefeningen gehad in Lille en in Overpeld Fabriek. En daar zijn nu de maatregelen uitgewerkt en die zullen eerst daag, ik ken nu juist de timing daar niet van, uitgerold worden, maar ongeveer 4, 5, 6 maanden na die co-creatieoefening denk ik dat dat kan uitgerold worden. En de bedoeling zou zijn om dat daarin allemaal mee te nemen. Hè. Dus er zijn nog wel wat zaken in de omgeving, bijvoorbeeld van de scholen in Neerpeldcentrum, die rond ruimte voor de actieve weggebruikers, zal ik maar zeggen, vrij ingrijpend zijn. Ook met de school besproken. Ik denk dat de bedoeling is om dat allemaal te trachten. Zo snel mogelijk, maar wel een eerder. Het is alles dus niet zeker dat het niet gaat gebeuren. Jawel. Jawel. Allee, ik heb het toch aan de mobiliteitsambtenaar gevraagd en hij schrijft mij, wij nemen dat mee in het project ruimte voor voetgangers en fietsers. Ik noteer dat jij zegt mei, juni, en dat ik niet meer zeg, maar je gaat mij niet op een termijn in plaats. Ja, is ook kunnen. Ja. Alleen al uit mei, juni. Alleen. Goed. We zijn aan het einde van deze raad. We zien elkaar op 24 november. Ik wens u nog een fijne avond en tot de volgende keer.